We gaan beginnen met de kersthanger. Ik ga je laten zien hoe je de kersthanger in elkaar zet. Ik heb alvast een stukje vooruit gehaakt. Ik heb de kerstbal dus al gehaakt. En we gaan nu de kersthanger in elkaar zetten. Allereerst gaan we 3 kralen van 12 mm aan de kerstbal rijgen. Als je dat hebt gedaan, laat je de kerstbal nog eventjes liggen. Haal de naald eraf. Dan knip je van het zilver gekleurde glittergaren een draadje af van ongeveer 50 centimeter. Rijg de naald eraan. En die allereerste ster. Pak je beide draden bij elkaar. Je hebt de eerste 10 mm houten kraal. 5 keer de 15. Dan de sterkraal. Pak je de kerstbal er weer bij. En deze haal je ook door de sterkraal heen. En dan leggen we nog een knoopje in het uiteinde. En dan doe ik zelf meestal een dubbele knoop maken, zodat je zeker weet dat de knoop niet meer door de sterkraal heen kan gaan. En dan knip je het uiteinde van het kort eraf. Dit is hoe je de kersthanger in elkaar zet. Vervolgens kun je met Katona de sterretjes op de kerstbal borduren. Dit doe je naar eigen inzicht.